Ik sta hier voor het Textielmuseum in Tilburg, wat natuurlijk niet heel erg spannend klinkt, maar is hier een tentoonstelling van Jan Tamminhout. Normaal zijn musea natuurlijk niet echt interessant, maar deze man maakt het wel heel interessant. Deze man is onder andere modeontwerper van bekende mensen als Maxima, Beyoncé en Lady Gaga. Kom, laten we een kijkje nemen. De Nederlandse modeontwerper Jan Tamminhout lanceerde in 2003 zijn label Jan Tamminhout. De couturejurken van Jan Tamminhout zijn meeslepend, poëtisch en technisch verrassend door het gebruik van innovatieve materialen en ingenieuze constructies. Een geraffineerde, conceptuele ondertoon is aanwezig. Bij de ontwerper verliest nooit de elegante, vrouwelijke vorm uit het oog. Jan Tamminhout geniet ook internationaal veel waardering en mag prinses Maxima, Lady Gaga en Beyoncé tot zijn klanten rekenen. De tentoonstelling presenteert outfits uit 4 collecties die Jan Tamminhout in het textiellab van het museum heeft ontwikkeld. De meest recente collectie die wordt getoond is Irradiance. Daarnaast zijn outfits te zien uit de collecties Reflections, Folies, Unfolding en zijn examencollecties aan het Fashion Institute Arnhem. Een filmische impressie van Roel van Toer geeft een indruk van het werkproces van Jan Tamminhout. In een ruimte die als atelier is ingericht, kunnen bezoekers kennis maken met klassieke borduurtechnieken. Pronkstuk van deze ruimte is het bruidsjurk uit de collectie Jewelty. Voor deze collectie maakte Jan Tamminhout geen gebruik van de faciliteiten van het textiellab. Eindconclusie is dat het een hele interessante voorstelling was van Jan Tamminhout. Dus mocht u in de buurt zijn, het is geopend tot 27 januari.